Vandaag heb ik een interview met Sandra de Greef. Sandra de Greef emigreerde met haar man en haar kinderen naar Zuid-Duitsland en is nu een heuse kasteelvrouw. Nou, voor mij natuurlijk alle reden om haar uit te nodigen voor een interview in mijn serie Originele B&B Concepten. En hoewel ze geen B&B heeft, maar juist vakantiehuizen huurt, vond ik dat ze niet aan deze serie, in deze serie mocht ontbreken. Welkom Sandra. Hoi, dankjewel voor je introductie. Mijn naam is Sandra de Greef en ik woon samen met mijn partner en onze drie dochters in Zuid-Duitsland op een landgoed, een kasteel, een middeleeuws jachtslot in Bayern. En waarom zijn jullie daar een vakantiehuis begonnen? Waarom is omdat wij beide de wens hadden om iets in het buitenland te doen. En wij hebben gezocht, we hebben ook gezocht in de buurt van Praag. En wij kwamen via de broer van Ruud op dit landgoed terecht. En we zijn ervoor gevallen omdat het kasteel en het landgoed biedt gewoon ontzettend veel mogelijkheden. Ruud heeft een bedrijf. Mijn bedrijf is dat ik de vakantiewoningen heb hier op het terrein. En we hebben 4 vakantiewoningen. En dat zagen we aan dit terrein. Dat dat kon en dat dat die mogelijkheden had. Dus, en dat hebben wij, dat is 12 jaar geleden hebben wij die keus gemaakt. Dus we zitten hier al 12 jaar. Ja. De reden waarom we hier naartoe zijn gekomen is omdat het landgoed zoveel mogelijkheden biedt. Mm-hmm. En ben je dan onderweg in je hele reis, zeg maar, van 12 jaar terug naar hier, ben je ook echt obstakels tegengekomen? Ja, heel veel. Heel veel. Als je begint en ook al bereid je je nog zo goed voor, er komen altijd dingen op je af. Wij hebben een gedeelte van onze slotsmuur is ingestort. Met alle gevolgen van dien. Die moesten weer opnieuw opbouwen. We hebben een financiële crisis. De bankencrisis die in Europa was, die was bij ons voelbaar. Ruud is van een zolder gevallen en heeft een wervel in zijn rug gebroken. Waardoor hij een hele tijd uit de relatie is geweest. Dus ja, er komen wel wat dingen op je pad die onvoorziene omstandigheden die ook financiële gevolgen hebben. Ja, ja. En moest jij dan, toen Ruud van het dak was gevallen, moest je dan alles daar zelf in je eentje oplossen of heb je ook hulp gehad? Veel in mijn eentje. We waren aan het opstarten, dus er was nog niet zo heel veel. Ja, we waren beide aan bezig. En ja, je gaat er gewoon veel minder hard. De helft blijft liggen, omdat je het gewoon niet kan doen. En je moet verzorgen en de kinderen. En je roeit met de riemen die je hebt. Dat is wat je doet. Ja, er komt dus veel op je af. Er komt veel op je af. En je gaat ook door. En pas achteraf, in ieder geval bij mij werkt dat zo, is dat je dan, dat ik achteraf een soort, dat het dan over me heen valt en dat ik dan moe ben. En dat het dan pas tot me doordringt. Maar op het moment zelf niet. Het enige wat je kan is doorgaan. Ja. Ja. We hebben ook gedaan. Nou, ja, mooi. En jullie zitten er nog. En met ja, we zitten er nog. Ja, ja, ja. Heb je ook heel veel conculega's in je directe omgeving? Ja, ik heb veel collega's in mijn omgeving. Duitsland is een gebied waar heel veel vakantiewoningen worden aangeboden. Ik zie ze wel als collega's, maar niet als conculega's. Het zijn veel Duitse vakantiehuizen in een familiehuis. En wij bieden echt iets anders. Ons landgoed is veel groter. We hebben een klein eiland midden in Zuid-Duitsland. Zo kan je het eigenlijk wel zien. We hebben kasteeltorens. Dat is toch een totaal andere ambiance dan een vakantiehuis, een Duits vakantiehuisje. Er is één collega die heeft een oude boerderij gerenoveerd en nog een oud jurenhuis. En daar voel ik me iets meer mee verwant, omdat zij ook iets authentieks heeft met meer charme dan een vakantiehuis. Zoals we dat hier in het dorp ook hebben. We hebben hier in de slotstraat waar wij wonen 2 vakantiewoningen zitten. En waar ik heel goed mee ben, maar die mijn collega's zijn, maar die ik absoluut niet als concurrentie zie. Doe je wel eens wat met ze samen? Wijzen jullie mensen naar elkaar door? Ja. Of, of,
Of organiseren jullie wel eens iets samen voor gast of zo? Doe je daar wel eens wat mee? Nee, wij organiseren niet samen. Dat ligt daar niet. In Duitsland heb je vakantiehuis of familiehuis waar je een etage ter beschikking hebt. Dat verhuren ze en that's it. Dus, en ik heb daar een hele ander, ik heb daar een heel ander idee voor. Dus als ik iets organiseer, organiseer ik het vanuit ons kasteel, wat ik doe. En niet met hun samen, omdat dat gewoon niet past. Maar als ik vol zit, verwijs ik daar wel naar. En het is heel duidelijk verschil. Je hebt daar gewoon een ander, je hebt daar gewoon een vakantiehuisje. En bij ons is het toch anders. Maar en als je ze dan doorverwijst en ze komen zeg maar terecht in het huisje van je buren, zal ik maar zeggen. Ja. Blijven ze dan wel een beetje jouw gast dat ze meedoen in nee. Dat niet? Nee. Ik vind de gasten die hier bij ons op het terrein zijn, zijn mijn gasten. Ja. Ik geef rondleidingen, ik doe speciaals voor de kinderen. En dat hoort allemaal bij het originele concept wat ik aanbied. En de prijs is dan ook anders. Dus daar zit gewoon een verschil in. Ja, en je bent dan daar. Je mag wel een kopje koffie drinken, dat is wel zo. Maar dan is het ook weer, dit blijft ons afgeschermde gebied. Ja, je bent dus echt heel duidelijk onderscheidend ten opzichte van je collega's bij jou in de buurt met jouw concept. Ja. Duidelijk onderscheid. Ja. Ik onderscheid me qua locatie. Ik onderscheid me ook qua inrichting. Ik heb een mix van authentiek en modern. Je slaapt in een oud kasteeltoren die ik met lichtwit heb ingericht. Met zorg en met aandacht. En verder heb ik rondleidingen. Ik geef een ridderslag voor de jongetjes. Een kroning voor de meisjes. En dat zijn allemaal extra's die een vakantie op het kasteel anders maken. Ja, en we zitten in een natuurpark en dat natuurpark biedt wandelmogelijkheden en andere mogelijkheden. Dat heeft mijn collega natuurlijk ook. Maar dat is hetgene wat ik extra kan doen, maakt dat ik me ook echt onderscheiden kan. Ja. En heb je ook een heel duidelijk afgebakende doelgroep, een lievelingsgast? Of zeg je, laat iedereen maar tot mij komen? Nee, ik heb zeker een lievelingsgast. Mijn lievelingsgast houdt van wandelen, houdt van de natuur en houdt van cultuur. En dat zijn mensen met kinderen, mensen met honden of stelletjes. Maar de kern is dat je van de natuur, van wandelen en van cultuur houdt. En dan slaap je ook nog eens op een middeleeuws kasteel. Dus dat is echt mijn lievelingsgast. Ja. En dat trekken wij ook aan. Dat doet het vanzelf met de natuur en de wandelgebieden hier. En heb je dan ook een hoop, dat een hoop gasten zeg maar terugkomen? Dat ze zo blij zijn met jullie en met het concept, alles wat je te bieden hebt en de omgeving daar, dat ze ook bij je terugkomen? Ja, wij hebben. Ik denk dat wij wel 60% mensen hebben die nog wel eens een keer terugkomen. Sommigen komen een paar jaar later terug. En ik heb wel 30% die echt regelmatig terugkomt. Dus wel 30% vaste gasten. Ja. Fijn is dat. Ik neem aan dat je daar ook gewoon helemaal een andere relatie mee opbouwt. Ja, het is heel leuk. Het is heel leuk. Het is ook leuk om, als ze kinderen meenemen, dat je denkt, oh ja, wat ben je gegroeid? En die zijn dus nu ineens op een andere school. En dan is... En dan denk ik, och, wat leuk dat ik jou nou zie en wat verander je. En je stapt eigenlijk vanaf het moment dat ze het terrein weer opstappen, is het weer vertrouwd, je kent elkaar en je gaat gewoon weer verder. Dat is leuk. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, ik kan me voorstellen. Leuk. Goed, dan heb ik een vraag over je marketing. Heb jij ook een strategie? Hoe je je marketing bedrijft, dus hoe je zichtbaar wordt bij je lievelingsgasten of doe je maar wat? Ja, ik heb zeker een strategie en die is ontstaan vanuit dat ik maar wat doe. Maar die heeft zich langzaam, die strategie is helemaal gegroeid. En vanuit het feit dat ik maar wat deed, kwam ik op wat ik nu heb. En mijn strategie is dat mijn gast die hier komt, ik presenteer me online. Ik heb een website en ik presenteer me op social media online.
En ik zie dat als een verlengstuk van ons terrein. En ik zie dat als een contact met mijn lievelingsgast. De gast die terugkomt. Als die gast terugkomt, dat ze zegt, oh ja, jij was met, mag ik je huisje zien, want je hebt dat veranderd. En dus we blijven via sociale media in contact. En dat doe ik in de vorm van verhalen, in de vorm van vertellen, in de vorm van video's. En zodat we een soort online familie zijn. Zodat mijn gasten zien, een beetje met mij mee, over het seizoen meegroeien. En weten wat er over het seizoen hier gebeurd is. En ik hou ook via online contact met mijn gasten. Ik volg hun ook online. En ik, oh ja, die hebben een kindje gekregen. En die nemen nu een kleine baby mee. En, dus dat is zeker een strategie. Je kan het storytelling noemen. Ik deel mijn verhalen van als ik ga wandelen, als ik een wandelroute doe. Maar ook privéverhalen. Ik heb pas een serie gedaan over het begin van onze emigratie. En dat is een verhaal wat ik al vaak hier verteld heb op ons terrein. We hebben een gezamenlijke plek onder de boom. En mensen vragen daarna. En nu dacht ik, ik ga dat in een serie opschrijven. En dat heb ik een heel persoonlijk verhaal gedeeld online. En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En sommigen kenden daar een gedeelte van het verhaal van, maar nu hadden ze het geheel. En dat maakt dat de band dichter, dat je meer een band krijgt. Zij met mij en ik ook met hun. Mensen die reageren vind ik leuk. En dat ontstaat vanuit enthousiasme. Maar daar zit zeker wel een vorm achter, een doel achter. Mm-hmm. En ik heb ook in die groei, want eerst deed ik maar wat. En ik heb veel adviezen gevraagd. En er was een marketingbureau waar ik daarbij advies had gevraagd. En die brak alles wat ik deed, braken ze af. En ik deed het niet goed en het was niet gestructureerd genoeg. En niemand wist meer wat ik deed. En dat heeft mij heel erg in de war gebracht. En ik wist niet meer zo goed, ja, wat moet ik nou? Dus ik heb mijn sociale media gedrag heel goed onder de loep gelegd door die vragen. En daar ben ik een tijd mee bezig geweest. En zo heb ik uitgefilterd dat ik me juist online wil laten zien. Daarmee verlaag ik de drempel om te boeken. Door hun kritische vragen ben ik gaan nadenken wat ik laat zien. Dus ik probeer dat wat gestructureerder te laten zien. Maar ik heb wel een soort crisis gehad tot waar ik dan nu ben. Dat je online, als je je online presenteert, vindt iedereen er ook wat van. Dus die dip die had ik wel nodig om me nu zo ogenschijnlijk zeker te kunnen presenteren. En dat komt omdat ik wel gaan nagedacht heb over hoe ik dat doe en hoe ik me online presenteer. Ja, dus het is een samenwerking van, het is een verlengstuk van het terrein. Het is een drempelverlaging. En ik vind het heel leuk om te doen. Nou, je doet dat ook heel erg leuk, Sandra. Ik volg je video's natuurlijk ook. En ik denk dat jij echt een voorbeeld bent en een inspiratie voor vele van jouw collega's. Dat meen ik serieus. Nou, dankjewel. Nou, ik meen het echt. Ja. Ik kijk altijd naar je video's en dan denk ik, ja, weet je, zo zouden ze het eigenlijk gewoon allemaal moeten doen. Dus ja, misschien heb je inderdaad best wel wat gehad aan het commentaar van het de feedback van het marketingkantoor, dat je er nog wat scherper naar gekeken hebt. Maar ik denk dat jij juist jezelf zo laat zien daarin en dat mensen ook daarom voor je zullen kiezen, omdat jij het juist doet zoals jij het doet. Nou ja, goed, zie mij dan maar gewoon als een fan, maar ik vind dat je het heel erg goed doet, serieus. Ja, heel leuk. Nou, leuk, dankjewel. Graag gedaan. Goed, nieuwsbrieven. Doe je daar wat? Doe je wat met e-mailmarketing? Want je vertelt net dat je wel heel erg actief bent met je marketingstrategie is echt op het sociale media terrein. Maar doe je ook wat met e-mailmarketing? En zo ja? Nee. Wat? Nee? Te weinig. Dat zou ik wel meer moeten willen doen.
En ik merk ook dat als ik een nieuwsbrief verstuur, dat dan bezoekersaantallen op mijn site groter zijn dan dat ik bijvoorbeeld links plaats of wat dan. Dus ik bereik nog een grotere doelgroep. Maar daar heb ik nog niet een juiste vorm in gevonden. Ik weet niet of ik. Ik wil niet een nieuwsbrief sturen met kleine updates, want ik denk dat doe ik al op sociale media. Te weinig. Ik doe het te weinig in. Dan moet ik nog wat meer. Moet me nog wat meer in verbeteren. Mm-hmm. Ja. Want ik denk dat daar wel wat te halen valt. Ja, dat denk ik ook. Zeker. Sterker nog, ik denk dat e-mail marketing. Naast de manier waarop jij het doet, want ik denk dat dat ook echt heel goed functioneert. Maar dat e-mail marketing echt de ruggengraat van je bedrijf kan zijn. Goed, ja, nou, dat is een ander gesprek, maar dat denk ik zeker, ja. Ja, klopt, want je hebt het aangegeven in jouw Facebook. Je had een poll gemaakt in Facebook. En daar heb ik ook aangeklikt dat ik daar meer van wil weten. Dus kom maar op. Ga ik alles over vertellen. Leuk. Ja. Zet jij wel eens Facebook advertenties in? Dat kies ik. Ik kies berichten die. Ik heb een top 5 met wat je hier kan doen. Er komt binnenkort een top 5 over de wandelroutes aan. En die vind ik belangrijk genoeg om een grote bereik te halen. En daar zet ik advertenties op in. Ja, vind ik hartstikke goed. Je krijgt een grote bereik. Merk je ook echt aan dat het beter gezien wordt en dat je daarna je website beter bezocht wordt? Of dat je zelfs gelijk boekingen meer daardoor krijgt? Merk je echt resultaat daarvan? Ja. Ik merk direct bezoekersaantallen op mijn site, kan ik direct zien. Mm-hmm. En je ziet in Facebook zelf de zichtbaarheid. Hè? Dus je ziet hoeveel mensen het gezien hebben. Je kan in Facebook meten en je kan op je site meten. En ik weet niet of ik. Ik heb volgens mij niet een directe boeking. Maar het vergroot wel mijn zichtbaarheid. Vergroot wel mijn aanwezigheid op het internet. Ja. Ja, en meerdere mensen hebben het gezien. Ja, zo werkt het natuurlijk ook. Goed, dan een vraag die had ik ertussen staan, maar eigenlijk heb je hem wel beantwoord. Op welk social media kanaal ben jij het meest actief? Ja, ik ben op dit moment het meest actief op Facebook en op Instagram. Facebook omdat het gewoon nog steeds leading in sociale media is. En daar zitten de meeste van mijn klanten zitten op Facebook. Het bereik is daar gewoon het groot. Dus Facebook en Instagram. En beide kan je met plaatjes en met video's het gevoel van je vakantieplek goed overbrengen. En dat zijn mijn twee hoofdkanalen. En ik heb daarnaast YouTube en Twitter. Maar dat zijn eigenlijk alleen maar om te zenden. Het meest actief ben ik op Facebook en Instagram. En dat is ook sociaal. Daar heb ik ook mijn contacten met mensen. Reageer ik op anderen en zij op mij. En dat zijn mijn twee hoofdkanalen. Mm-hmm. En bewust gekozen. Ja. Ja, nou duidelijk. Reviews of recensies. Krijg je ze veel? En moet je er veel voor doen om ze te krijgen? Ik vraag het. Ik krijg het niet zo makkelijk vanzelf. Mensen zijn druk. Als ze weer thuis zijn, gaat het leven gewoon door. En hebben ze wel hopelijk een fijne herinnering. Maar denken er niet aan om een recensie achter te laten. Dus ik vraag dat. En dat ligt er een beetje aan. Juist omdat ik me op sociale media zo presenteer, gaan veel gesprekken daar ook over. Of sommige mensen heb ik vooraf al via sociale media contact gehad. En dan komen daar wat gesprekken over. En zo kan ik ook makkelijker een ingang vinden om te vragen van, goh, zou jij een recensie voor mij willen achterlaten? Want en ik zeg ook dat het voor mij belangrijk is voor mijn vindbaarheid. En dat hou ik in de gaten. Ik heb 3 plekken waar ik recensies op spaar. Zoever is er 1. Facebook is er 1. En Google is er 1. En dit jaar wil ik me iets meer op de Google concentreren. Omdat dat beter is voor mijn vindbaarheid. Dus ja, dat hou ik ook in de gaten. Ik hou ook in de gaten
waar een lange tijd geen reactie is geweest. Omdat een recente recensie veel beter is dan een van 1 of 2 jaar terug. Dus ik probeer dat ook te verdelen. Dat hou ik in de gaten, ja. Ja. En jij hebt er geen moeite mee om dat te vragen? Want ik krijg nee, dat krijg gaat wel vanzelf. Regelmatig, dat gaat bij jou vanzelf. Ja, ik krijg regelmatig toch wel dat mensen er moeite mee hebben. Dat ze het vervelend vinden om te vragen, omdat ze... Ja, maar dat heb jij dus heb jij gelukkig niet. Nee, ik heb het niet. En het is, je hoeft het ook niet te doen. Ik vraag het. Het vragen staat vrij. En mensen zijn ook vrij om in te vullen wat ze beleefd hebben. En dus ja, nee, ik vind het niet lastig. Nee. Oké. Ja, wat is je definitie van succes? En vind je dat je, dat je het bereikt hebt? Ja, ik vind dat, dat ik succes bereikt heb. En mijn definitie van succes is dat er een fijne balans is tussen werk en privé. En ik vind onze balans heel fijn. Wij kunnen geld verdienen met het terrein wat we hebben. En we houden voldoende tijd over voor elkaar en voor het gezin, voor de kindjes. We hebben dan 3 dochters. En daar kunnen we van genieten. En we doen werk wat we fijn vinden. Dus ik vind die combinatie heel fijn. En dat is voor mij wel een definitie van succes, ja. En kan je dan ook omschrijven wat je geheim van dat succes is? Of is dat eigenlijk ook gewoon het zo op die manier doen zoals jij het wil? Ja, het geheim van succes is dat je goed weet wat je zelf belangrijk en leuk vindt. En als je het belangrijk vindt, zoals wij, dat je tijd met je gezin en met je kinderen en met je partner doorbrengt, dan maak je daar keuzes voor. Vind je het heel belangrijk om heel veel te werken, maak je daar een keuze voor. In ons geval betekent het dat je je werk goed afschermt, de tijden dat je werkt of dat je aanwezig bent voor je werk en de tijden dat je aan je gezin besteedt, die hebben we voor onszelf wel goed afgebakend. En natuurlijk loopt dat door elkaar heen, juist op ons terrein. Dus 's avonds doe je nog heel veel. Of als er gasten zijn, is het altijd veel meer dynamiek op ons terrein dan dat er geen gasten zijn. Dus dat wisselt. Maar wel, zeker in ons geval, dat we een eigen plek hebben om ons terug te trekken. Dat we een eigen privé hebben. Dat je dat goed afschermt. En dat was wel iets wat we in het begin moesten leren. En dat vind ik het grootst behaalde succes. Dat je goed je privé houdt. En dat je die tijd ook neemt. Want je wordt snel weggezogen in je werk. En, maar dat we die tijd ook nemen. En ook met elkaar weggaan en met de kinderen. En dat je weet, ja, daar hebben we die en die dagen voor. We hebben een vaste aankomstdag, dat is op zaterdag. En daar is iedereen op ons terrein op ingesteld. Mensen gaan 's morgens weg. Dan komen mijn dames om schoon te maken. En dan krijg ik 's middags de nieuwe gasten. Dus die dag kan ik niet weg. Maar op de zondag is wel een dag dat we echt met z'n vijven wat gaan doen. En omdat we beide op het terrein ook voor onszelf werken, kunnen we onder de week ook wel dingen verschuiven. Maar dat bewaken we ook echt. Die zondag bewaak ik ook echt. Want het is heel makkelijk om op een andere dag toch nog mensen te ontvangen. Of op een middag. Maar dat betekent dat ik dan tekortschiet aan zangles of drumles. Of dingen die ik voor mijn kinderen wil doen. Dus dat baken ik echt af. Dan hou ik structuur zaterdag, dat weet iedereen. Dat is de dag dat ik op het terrein moet zijn. En de andere dagen ben ik vrij om dat in te richten. Hoe lang heb je erover gedaan om het zeg maar ook zo voor elkaar te krijgen? Want je bent heel zeker van je zaak, hè? Tenminste, zo kom je op mij echt over. Je weet heel goed wat je wil en dit is het succesvol. Dit is wat je succesvol vindt en dat heb je ook bereikt. Ja. Maar hoe lang heb je daarover gedaan dat je zeg maar daar bent waar je nu bent? Dus na al je obstakels en moeilijk en het leerproces en. Hoe lang heb je daarover gedaan? Nou, ik vind 5 jaar voordat je echt je daar een beetje zekerder in voelt. En weet je, soms heb ik nog wel eens een zomer dat ik denk, oh, het is te veel of het is te druk en dan moet ik weer even een stapje terug. Maar die eerste 5 jaar die waren zo hectisch. En
Dus na 5 jaar durfde ik er pas op te vertrouwen. De bedrijven lopen een beetje. Ik durfde erop te vertrouwen dat de gasten ons wel zouden vinden. Ik ben ook moedig geworden in die tussentijd. Dus dat waren ook nog allemaal onzekerheden die je dan met je meeneemt. Dus na 5 jaar begon dat een beetje te landen. En had ik het gevoel, oké, dit is het. Dan komt de structuur in. Zo gaan we het doen. En dat wil niet zeggen dat het dan ook allemaal gelijk lukt. En nog steeds dat het nog wel eens net buiten de lijntjes valt. Maar je weet wel, als het... dit is wat ons past, dit is waar we ons plezierig bij voelen. En dan gaan we daar snel weer op terug. Je kan jezelf wel sneller corrigeren. Ja. Maar die eerste 5 jaar, je gaat zo, je stapt in een trein. En voor je het weet ben je 5 jaar verder. Ja, dus ik vind het misschien wel lang, maar het was echt wel 5 jaar. Ja. En heb je in de afgelopen jaren ook wel eens een award gewonnen? Dus los van alle mooie recensies van je gasten, maar is het ook nog een keer omgezet in een award? Ja, we hebben de Zoef Award gewonnen. We behoorden bij de 6 beste vakantiehuizen. En dat is de award die we gewonnen hebben, Zoef Award. En dat laat ik dan zien op social media met mijn behaalde puntenaantal. En ik heb daar een filmpje van gemaakt. Dat heb ik online gezet en ik heb iedereen bedankt. En dus dat. En heb je ook het indruk dat je dat nog extra heeft opgeleverd? Extra zichtbaarheid, dus uiteraard door de filmpjes die je zelf hebt opgenomen. Maar ook het feit dat je het gewonnen hebt, dat nog weer andere mensen aangetrokken heeft naar je accommodatie? Ja, ik denk indirect wel. Ik moet zeggen dat ik het niet zichtbaar zie van via Zoever... heb ik zoveel bezoekers na het winnen van die award. Dat niet. Maar ik denk wel dat mijn zichtbaarheid heeft weer een beetje heeft verhoogd. Een onwetende klant die ziet dan... die zit bij de 6 beste. En die ziet me even later weer een keer op een ander sociaal media kanaal voorbij komen. Dat brengt dat maakt de herkenning groter. En voelt vertrouwder. En maakt de drempel om te reserveren kleiner. En dat is ook de hele bedoeling van mijn aanwezigheid op sociale media. Dat je je zichtbaarheid vergroot. En de drempel om te reserveren kleiner maakt. Toegankelijker. Ja. En daar heeft deze bij geholpen, de award. Ja. Stel dat je opnieuw zou moeten beginnen. Je voelt hem al aankomen. Zou je dan wat anders doen? Wat zou je dan anders doen? Of helemaal niet? Nee, stel dat ik opnieuw een B&B, B&B of een vakantiewoning zou beginnen. Ik denk niet dat ik het anders zou doen. Nee, dit is wat ik, zoals ik het doe, zoals ik het kan. Ik kan het ook niet anders. Ik merk wel dat toen ik begon, ik natuurlijk nul kennis had. En dat die kennis zich opbouwt. En dus als ik opnieuw zou beginnen, neem ik al die kennis mee. En al die ervaring. En die onzekerheden die ik in het begin had, die heb ik nu veel meer afgedekt. En ben daarin veel zekerder geworden. En dus dat kan ik allemaal meenemen. Mm-hmm. Maar ik zou het wel op dezelfde manier doen. Omdat ik het niet anders kan. Nee. En omdat ik ook geloof in de kracht van zoals ik het doe. Ja. Ja, en je bent zoals je bent. Dus je doet het toch. Dat is het. En natuurlijk maak je fouten. En denk je, had ik dat nou wel of niet online moeten doen? Of, weet je, we gaan gewoon weer verder. Ja. En ik zal ook fouten blijven maken. Maar ik doe het zo, zoals ik het kan. Hey, en heb je ook nog, hebben jullie ook nog toekomstplannen met de gastenverblijven? Zitten er nog kleine nieuwe huisjes aan te komen? Of... Ja. Dus als we willen heel graag groeien. De toekomst is dat er nog een vakantiehuis bij komt. Ons terrein is zo groot dat daar heel veel mogelijkheden toe zijn. Dat is ook echt iets waar we heel vaak over brainstormen. En
Als we het nu gaan doen, moeten we er een grote actie aan ondernemen. Dus dat is nog even een beetje de drempel die we over moeten. Dus ja, ik hoop dat ons terrein groeit in vakantiehuisjes. En voor dit jaar heb ik, want mijn marketing is heel erg gericht op de Nederlandse markt. En voor dit jaar is mijn plan om meer in de Duitse taal te doen. Op dit moment wordt de website vertaald naar Duits. En probeer ik meer in het Duitse spraakgebied klanten aan te trekken. Naast mijn Nederlanders ook meer Duits. Dus op korte termijn dit jaar de Duitse taal. En daarin is altijd een ongoing iets van groeien op ons terrein op dit moment. Dat is altijd aan de gang. En waar kunnen de Nederlandse gasten jullie vinden? Je hebt een website, neem ik aan, en je zit op social media. Maar noem eventjes heel duidelijk je website en waar kunnen we jullie vinden? Wij zijn online te vinden op www.slosmeuren.com. Dat is mijn website waar ik mijn contactgegevens op heb, mijn beschikbaarheid, de vakantiehuizen en die is responsive. Volgens mij is dat ook heel belangrijk om tegenwoordig te hebben. Ik weet niet hoeveel procent zoekt via tablet of smartphone. Dus dat is echt heel belangrijk. En die moet ook goed staan. En daar blog ik op. Dus mijn verhalen die ik ook op video's vertel, vertel ik ook in tekst op mijn blog. En dan ben ik inderdaad op Facebook en op Instagram actief. En ik adverteer bij Bijzonder Plekje. Zij presenteert bijzondere overnachtingen in Europa. En dat zijn eigenlijk mijn kanalen waar ik het waar ik mijn aandacht op richt. En verder natuurlijk in de Google zoekmachines met zoekwoorden. Dat hou ik in de gaten ook. Dan ben ik ook, ja, dat hoort erbij. Nou, je bent gewoon hartstikke goed bezig, lijkt mij. Ja, je bent ook niet voor niks, ja. Je bent ook niet voor niks zo succesvol, dus dat kan ook niet anders. Hè? Goed, Sandra, ik wil je heel erg bedanken voor dit leuke interview. Ik vind dat je hele leuke verhalen hebt verteld. Dus ik neem aan dat het ook voor de luisteraars erg leuk was om dit te horen. En daarnaast denk ik dat er voor andere gastenverblijfondernemers nog wel een hoop tips van jou bij zitten hoe ze het goed kunnen doen. Dus en nogmaals bedankt. Ik vond het een leuk gesprek. Graag gedaan. Leuk. Tot ziens. Tot ziens. Wij houden contact. Wij houden contact. Ja. Dank je.